ga je niet vertellen wat hierin zit. Al die jaren, ik ben gewoon letterlijk, ik weet niet eens meer hoe oud ik ben. Al die jaren, ik kan me niks meer herinneren van vroeger. Echt, ik ben echt helemaal de weg kwijt. Dus ik denk dat we moeten ons geheugen weer terugkrijgen. Wie ben ik? Wie ben ik? Oh shit, kijk nou eens waar ik ben. Altes, Jeremy Frieser. Ben ik dat? Nee, dat meen je niet. Misschien moeten we maar een van die testen gaan doen. En moeten we kijken of we onszelf wel goed kennen, weet je wel. Heeft Jeremy een vriendin? Heeft Jeremy een vriendin? Wie is Jeremy? Ben ik Jeremy? Ik ben Jeremy. Oké, heeft Jeremy een vriendin? Ja. Hoe noemt de squad Jeremy altijd als afkorting? B. Jer Leafy Rage. Traan. Jer. Hoeveel mensen zitten in de squad en de sappige mannen? Wat is de squad nou weer? En wat zijn de sappige mannen nou weer? 4 en 3. Hoe heet Jeremy's vriendin? Heb ik een vriendin? Roos met 2 nullen of Roos met 2 O's? Waarom doe je dit? Hallo mevrouwtje, waarom doe je zo naar mevrouwtje? Heeft Jeremy YouTube rank op CubeCraft? Wat is CubeCraft en wat is YouTube? Hoe heten de mensen uit de squad van Jeremy? Wie zijn al deze namen? Hoe vaak is Jeremy al in de video's geweest van Enzo? Dit is letterlijk meer dan een jaar geleden. 420. Hoe heet Jeremy's tweede kanaal? Altijd Jeremy. Dat krijg ik weer een beetje naar boven. Ik moet trouwens abonneren op Altijd Jeremy. Dat zit nog in mijn achterhoofd. Op een of andere manier moet ik gewoon zeggen dat je moet abonneren op Altijd Jeremy. Want we hebben bijna 100.000 subs of zo. Ik weet niet zeker meer hoor, maar dat dacht ik. 7 van de 10 opgaven juist beantwoord. What the fuck? Ik wil wel weten hoe aantrekkelijk ik ben. Hoe aantrekkelijk ben jij? Kijk dan, hoe aantrekkelijk ben jij en welke vrouwen vallen op jou? Hoe zie jij eruit op het strand? Natuurlijk in een zwembroek en een geweldige zonnebril. Ik heb meestal een zwembroek en een geweldige zonnebril aan. Wat voor persoon ben jij? Een grappige en vlotte jongen. Ik ben vaak slecht gehumeurd. Ik ben funny, altijd in een goede bui. Dat is niet waar. Ik zal die wel aanklikken. Grappig en vlot. Waar kijk jij het eerst naar bij vrouwen? Het gezicht, naar de ogen, borst en het achterwerk natuurlijk. We gaan eerst kijken of het goed zit. En daarna pas gaan we kijken of we toeslaan. Hoe kus jij? Teder en vol gevoel. Wat voor vraag is dat? Natuurlijk wild. Ik ben immers een tijger. What the fuck? Hoe ben jij gebouwd? Normaal, stevige kant, sixpack. Hoe zou jij een vrouw verleiden? Ik ga gewoon naakt voor haar staan, dan hoef ik niet te slaan. Welke karaktereigenschappen heb jij het liefst in een vrouw? In een vrouw! Vrolijk en ongecompliceerd. Welk sterrenbeeld heb jij? Ik ben een waterman. Wat zou je over jezelf zeggen? Ik ben een hele coole jongen en dat kan iedereen krijgen. Ik ben, hoe aantrekkelijk ben jij? Tot 50% bent u. Tja, als het om de liefde gaat, gebeurt er niet echt veel. Er zijn niet veel vrouwen die zich aangetrokken voelen tot jou. Verander iets aan jezelf. Veel geluk. En nog iets. Vrouwen vallen alleen op zelfbewuste mannen. Van dit profiel had 29% van de 24.000. Shee. Oké, we hebben er nog. Wat vinden meisjes van mij? Wat doe jij altijd tijdens de pauze? Ik praat samen met mijn vrienden of ik leer. Je kunt meestal tussen de meisjes vinden. Ik loop in mijn eentje wat rond en observeer andere mensen. Meestal speel ik voetbal. Nee. Wat voor kleding draag je meestal? Donker t-shirt, spijkerbroek, gympie, school. Hoe ziet je haar dan ongeveer uit? Verzorgd, met veel moeite gesteld. Is dit met veel moeite gesteld? Ja, het is veel moeite en gesteld. Meisjes houden van sportieve jongens. Welke sport doe jij? Ik doe helemaal niks. Dus daar verlies ik punten op. Shit. Hoe staat het met je vriendenkring? Meisjes en jongens, bijna. Meisjes en long. Wat heb je verder nog voor hobby's? Oh shit. Sportcomputervrienden. Dat was vroeger mijn leven. Dit was mijn leven. Welke kleur past bij jou? Welke kleur past bij mij, jongens? Laat achter in de comments. Welke kleur vind jij dat bij me past? Wat vinden meisjes van jou? Tot 70%. U bent geweldig. Je bent zeker helemaal cool. Je ziet er goed uit. En dan ook nog eens sportief. Veel meisjes vinden jou leuk. Je komt waarschijnlijk verzorgd over. Je hebt geen bril, beugel, respect. Ga zo door. Zoals je blijft met een meisje. Oh yeah.
Meisjes houden van mij. Oh, we gaan vragen doen over seks, jongens. Shh, we gaan kijken of... wacht, wat willen we weten? We willen weten of ik klaar ben voor seks. Ja, ik wil weten of ik er wel klaar voor ben. Oké, daar gaan we. Kun jij je voorstellen, mijn partner praat over wat jij graag zou willen? Ja, tuurlijk. Daar zou ik wel over kunnen praten. Nee, als mijn partner hierover zou beginnen, ja, dan zal ik erover praten, ja. Schaam je ervoor als je bloot aan je partner moet laten zien? Ik verstijf meestal als mijn partner mij wil aanraken. Ja, zo hou je me. Ja. Heb jij seksuele ervaring? Nee. Hebben jullie al eerder over het onderwerp gesproken? Ja, ik kan echt overal over praten. Op een feestje wordt er voorgesteld aan een jongen en meisje. Kunnen jullie praten met elkaar? Waar kijk je naar? Ik kijk naar de ogen. Jij bladert door een tijdschrift en komt bladeren seksuele voorlichting. Oh mijn god, wat nou als je het tegenkomt? Ik lees alleen als niemand het merkt. Heeft je partner al wel eens bevredigd? Oh mijn god. Nee, dat kan toch niet? Hoe lang zijn jullie bij elkaar? Ja, een paar dagen. Knuffelen jullie graag vaak samen? Nee, ik haat dat. Hoe staat het met de voorbehoedsmiddelen? Ik denk dat ik de pil zo... Ja joh, ik ga de pil doen. Heb je wel eens over je partner voorgesteld? Ja, ik droom er altijd van. Heb je wel eens geprobeerd om te verleiden? Nee, dat kan toch niet? Denk je dat je klaar bent? Ja, 100% zeker. Onze servers kregen de volgende profielen. U bent profiel. 47% ben ik klaar voor. Ik heb geen zin om dat te lezen. Top. Hey, dat was hem. Volgende keer kunnen we misschien wel iets van een IQ-test doen of zo. Jullie zijn vast benieuwd hoe mijn IQ is. Voor nu kan je klikken op een nieuw filmpje en je kan abonneren. Hey! Oh, ik moet altijd zo erg rekken na opnemen. Nou ja, abonneer. Reageer, like.